Mijn naam is Erik Heeres. Ik ben als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen in de faculteit Science and Engineering. Ik heb een researchgroep die heet Green Chemical Reaction Engineering. En dat is een groep waarbij we met name onderzoek doen op het gebied van het omzetten van biomassa naar transportbrandstoffen, maar ook naar chemicaliën. Nou, het idee is dat je die biomassa, wat een hele diverse uitgangsstof is, kunnen afvalstromen zijn uit de houtindustrie, papierindustrie, en wij proberen om daar meer waarde aan te geven. Als we kijken naar even inzoomen naar chemicaliën, dus gaan kijken hoe zou je nou bijvoorbeeld hout kunnen omzetten in chemicaliën, dan zijn die chemicaliën waar wij ons op richten, zijn met name voor de plasticsindustrie. En een van die chemicaliën waar we ons met name op richten, dat heet benzeen, toluene en xylene. Ook wel BTX afgekort. Hoe maak je nou die benzeen, toluene en xylene uit biomassa? Daar zijn daar een aantal routes voor. Er is één technologie die er duidelijk uitspringt, waar wij de grootste kansen voor zien om bio-BTX te maken uit biomassa. En die technologie die noemen wij katalytische pyrolyse. In het begin van de ontwikkeling, wat we dan hebben is een idee. Waar we uiteindelijk naartoe willen, is dat het idee dat dat landt in een fabriek. En in dit geval een fabriek waar we benzeen, toluene en xylene maken. Dit is een proces waar een bepaalde hoeveelheid tijd voor nodig is. Dat we van een hele kleine hoeveelheid gaan, vaak milligramschaal, gaan we natuurlijk naar een uiteindelijke productie die misschien wel honderdduizenden tonnen op jaarbasis is. Dus dit zijn enorme fabrieken die je moet gaan bouwen. Dan is de volgende stap dat we dat ook laten zien in een apparaat wat al veel meer lijkt op wat we later ook gaan gebruiken in die fabriek. Dus een echte reactor, een echte scheidingstrein die daar achteraan komt. En dat noemen we, dat proberen we dan te doen in een pilotplant. Mijn naam is Pieter Imhoff. Ik ben algemeen directeur bij BioBTX. Hey, hier is hij dan, de pilotplant van BioBTX. Aan de linkerkant begint het dan met de voeding. Die wordt verpompt naar het eerste reactor waar het omgezet wordt in gassen. En deze gassen worden verder verwerkt naar de producten die wij willen hebben. En die producten worden hier verzameld. De pilotplant is bedoeld om het proces verder te ontwikkelen. Dus kijken welke belangrijke elementen erin zitten, wat nog verder ontwikkeld moet worden, wat zo opgeschaald kan worden. Daarvoor gaan we waarschijnlijk eerst zelf een fabriek ook bouwen. Over een paar jaar hopen wij een fabriek neergezet te hebben die dus dit proces ook op grote schaal eigenlijk uitgevoerd gaat krijgen. Op het moment dat je ziet dat datgene wat je hebt ontwikkeld op kleine schaal, wat op de rug ontwikkeld is, dat je dat dan ziet dat het ook werkt op grotere schaal. En dat ook dezelfde producten gemaakt worden, ongeveer dezelfde hoeveelheden die je van plan was te maken en die je gevonden hebt op lab, dat je die ook weer vindt en dat het werkt. Dus dat je ziet dat het naar de volgende schaal weer verder toe kan gaan. Benzeen, toluene en xylene zijn een van de grootste chemicaliën die wereldwijd geproduceerd gaan worden. Met andere woorden, de potentie is gewoon heel groot. Als wij in staat zijn om een bepaald deel van deze benzeen, toluene en xylene groen te gaan maken, dan denk ik dat we al hele mooie stappen hebben gemaakt naar een biobased economy.